Marco Spijkerboer, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, aanstaande dinsdag, dan gebeurt het allemaal in Ede-Zuid, neem ik aan. Ja, dat heb je mooi goed. Aanstaande dinsdag weer de traditionele Heidepark Braderie, hè, op de Parkweg. Met 130 of wel meer kraampjes over de hele Parkweg. En natuurlijk de Heidepark Live. Ja, even over die braderie. Het lijkt of het elk jaar groeit. Ja, dat denken wij ook. Het is een populaire braderie aan het worden. Regionaal, maar toch ook wel meer dan regionaal. Je merkt dat mensen van verre met kraampjes komen. Dus het is een geliefde braderie, niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor kraamhouders. Nou, en ik neem aan dat er heel veel daar variëteit in is. Ja, dat klopt. Het is echt van schoenen tot lekker eten tot, verzin het maar, echt een complete braderie. Kijk, maar er is niet alleen braderie, want volgens mij is het voor de derde jaar dat je ook Heidepark Live doet, hè? Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk 4 jaar geleden heel klein begonnen voor mijn muziekwinkel, hè, aan de Parkweg. Maar het jaar daarna zijn we eigenlijk naar het Spindelplein verkast met een wat groter podium. En dat groeit inderdaad. En dit jaar voor de derde keer een groot podium. En vanaf 1 uur live muziek op dat podium tot 9 uur 's avonds maar liefst. Live muziek van wie? Nou, dat varieert nogal. We hebben diverse stijlen. We hebben bijvoorbeeld Hans Bosboom, misschien nog niet zo bekend, maar dat is een bluesgitarist die start om 1 uur. We hebben een groep jongens van het conservatorium die een uur invullen. We noemen ze op de site en in de Heidewijkkrant Joshua and Friends. Gewoon hoogwaardige muziek, jazz, fusion. Elk jaar hebben we tot nu toe de Sugarman Band gehad. Dat is een bluesband uit Ede. Halverwege de middag, om 4:30, komt Lieke, die ook vanavond gaat zingen, hè, op de markt, van The Voice Kids. Samen met, uit mijn hoofd even, Hanna heet ze geloof ik, die ook in The Voice heeft gezongen, komen ze een 3 kwartier vullen bij ons. Hartstikke leuk, zien we naar uit. 5:30, de Atlantics, zijn al een keer eerder geweest. 60er, 70er, 80er jaren muziek. Wij hebben ook het Shanty-koor uit Ede. Ik hoorde het net ook al voorbij komen, hè, in de terugblik. Ja, de Shanty-zangers. Nou. Ja, die komen bij ons ook zingen om 6:45. En we sluiten af met Revival. Dat is een top 100 band. En het belooft weer een leuk spektakel te worden. Een gevarieerd programma. Alles begint 's middags om hoe laat? Nou, laten we zeggen dat de braderie begint om 12 uur. En om 1 uur begint daadwerkelijk op het Spindelplein ook de live muziek. Dus dat gaat hand in hand. Dus, en het vindt allemaal tot 9 uur 's avonds plaats, neem ik aan. En waar precies? Nou, de braderie is over de Parkweg verdeeld. Vanaf het NS-station Ede-Wageningen tot aan de Bosboomlaan. Dat is een kilometer of anderhalf. En het Heidepark Live gebeuren is op het Spindelplein bij de grote supermarkten. Daar halverwege de Parkweg. En voor mijn winkel hebben we ook nog wat kleine muzikanten. Of op een klein podium met grote muzikanten, moet ik eigenlijk zeggen. Dus we hebben een extraatje voor de muziekwinkel op de Parkweg. Oké. Kunnen we ook ergens nog alles nalezen? Jazeker. Zowel op de site van de Heideweek kun je het programma en ook het programma van Heidepark Live lezen. Maar ook op www.edemuziek.nl staat het programma.